en een breaking 3 en efficiency 4. Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Dodo Survivor. Ik hoop dat jullie zin hebben in de aflevering vandaag. Het is wel super, super warm. Vandaar dat ik ook gewoon nu eventjes een aflevering opneem. Ook al is het, wat was het net, 32 graden buiten. Ik doe even een afleveringetje en daarna ga ik heerlijk even zwemmen. Want dit soort dagen zijn er om van te genieten. Dus mocht je nog niet buiten geweest zijn, ga naar buiten man. Ga naar buiten, ga lekker genieten. En mocht je dit eventjes op een chill momentje kijken, geniet van de video. En vind je het leuk, doe een duimpje omhoog. Hey, hey, mooi duimpje. Wij waren teruggekomen van wat, hoe heet dat, waarom is mijn geluid uit? What? Wij waren teruggekomen van farmen. En we hebben superveel spullen, maar wij deden het natuurlijk voor één reden. En dat was level 30 en die hebben wij gehaald. En ik hoop zo dat die Fortune 3 nog in de enchanting table zit. Want ik weet niet of dat weggaat of dat blijft of noem maar op. We gaan het gewoon proberen. Diamond pickaxe, come on bro. Come on, let's do it. Diamond pickaxe. Ja, is het de level 3? Yes! We hebben Fortune 3! Eindelijk! Oh, ik gooi het er meteen op. En een breaking 3 en efficiency 4. Holy shit, dit is echt gewoon de allerbeste pickaxe die ik ooit heb gehad. Fortune 3, een breaking 3 en efficiency 4. Holy guacamole. Dit is echt... Dit is het leven, dames en heren. Dit is echt... Ik moet even een traantje wegpikken. So nice. Oh my god. En wat hebben we nog meer? Als we deze erin gooien. Silk Touch, een breaking 3. Oh, wow. Wow. Damn, hey. Efficiency 4, een breaking 3. Fortune 3. Ik ben nog nooit zo blij geweest. Dit is trouwens de eerste keer ooit dat ik een Fortune 3 heb, volgens mij. Ik heb het nog nooit gehad. Ik ben er freaking blij mee. Als je het nog niet door had. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Laten we even hier wat dingetjes in droppen. Hupsakee, dan kan dat gewoon lekker allemaal even de oven ingaan. Oh, wat een prachtige dag. En daarnaast is het ook nog heerlijk weer. Dus leek het mij eigenlijk wel leuk om vandaag een zwembad te maken. Ja, waarom ook niet, toch? Ga gewoon lekker een zwembadje maken in de achtertuin. Want we zitten er ook aan te denken om hier een zwembadje te kopen. Want we hadden natuurlijk in België hadden we een zwembad. En ja, dat is eigenlijk best lekker en leuk om te hebben. En we willen ook gewoon hier, want we hebben zo'n grote achtertuin. Alleen we moeten eerst waarschijnlijk even de schutting neerzetten. Zeker omdat we vrij veel mensen hebben die ja, het af en toe gezellig vinden om langs te komen. Wat dus niet de bedoeling is, dames en heren. Ik zal het nog een keertje zeggen. Ons huisje is natuurlijk gewoon lekker privé voor ons. Maar heel veel van jullie weten dat natuurlijk ook. Maar eerst even de schutting neerzetten en dan gaan wij lekker dat zwembadje neerleggen. Ik ga ondertussen deze dingen even bakken, als het toch moet gebeuren. Enchanted, nou dit mag allemaal weg. Hupsakee, ik ben het gewoon voor jullie aan het opruimen, hè? Zo ben ik. I got your back. We hebben geen pickaxe ding? We hebben alles behalve een pickaxe, laten we dan de hoos weghalen. Oh my god, er zitten zowaar hoos in. Nou, YOLO. We doen daar gewoon een pickaxe in. Namelijk deze. En dan zetten we hier gewoon lekker wat pickaxes neer. Zo, mooi geordend alles, jongen. Even kijken. Ja, dit is wel goed. En dan leggen we dit nog even hier neer. Hupsakee. Dan is het tijd om dat ding even te gaan uitruimen. Want we moeten de achterkant... Oké, ik leg even een stringetje weg. Hupsakee. We moeten de achterkant natuurlijk wel gaan fixen. Heb ik nog geen eten? Jesus. Jealers. Gooi dit er even in. Hupsakee. En pak wat eten. We moeten eerst een ding uitgraven. Want het lijkt mij leuk als wij... We hebben slimebox als het goed is. Dat wij helemaal naar boven kunnen. Dat is deze kant op. Hier nog verder omhoog. Hier nog verder omhoog. Hier nog verder omhoog en dan hebben we hier een doorgang. Om dan vanaf hier eigenlijk het zwembad in te kunnen springen. Dat lijkt me wel super vet dat je zo... Woo! Geronimo! En dan spring je vol het zwembad in.
op zich best een leuk idee, lijkt me. En we hebben hier genoeg ruimte. En het is ook gewoon perfect. Ik bedoel, een zwembad in je achtertuin, dat is toch echt wel hashtag goals. Ik zou dat later ook wel willen. Ik had toevallig laatst met Maisha nog over. Mochten we ooit nog een ander huisje kopen, wat waarschijnlijk uiteraard wel het geval is. Dat we dan graag een zwembad in de achtertuin willen. Dat zou wel super nice zijn. Dan kan je lekker zwemmen. Dus ik denk dat dit op zich wel... Dit is wel een goede afmeting, denk ik. En dan zo. En dan hier weer zo. Dan heb je echt even lekker een groot zwembadje. Hupsakee. En dan gaan we even onze speed aanzetten. Oh shit. Is dit... Huh? Is dit al de onderkant? Het is wel heel snel. Ik wist helemaal niet dat het daar... Oh ja, het zit natuurlijk hier. Oké. Zo. Oh, en ik zit even vast. Nou, we kijken gewoon hoe ver we het kunnen uithollen. Want op zich zou 2 diep zou wel diep genoeg moeten zijn. Het hoeft niet heel veel dieper. Maar, what the heck? Ik zit vast. What? Huh? Ik zit... Wat? Ik krijg ook gewoon damage, hè? Zo lullig. Ik denk dat het wel mooi is om het misschien met diorite te doen. Want diorite hebben we echt superveel van. En, what the heck? Waarom bug ik zo? Zit hier nog een... Iets of zo? Ik weet het niet. Kijk, we hebben nu al een redelijk zijkantje van diorite. Ik krijg gewoon random damage. Ik zie me echt gewoon nog doodgaan deze aflevering. Come on. Wat is dat buggy? What the heck? What the heck? Ik sta gewoon... Ik heb gewoon dikke vliegeks, alles. What the freak? Dit is zo weird. Oké, we halen dit gewoon maar even weg. Hopelijk helpt het. Ik heb geen idee. Oh, shit. Oké, we zitten... What the heck? Nou, jongens, kijk nou. Huh? Ik zit echt helemaal vast. Wat is dit voor een bizar iets? Dat is echt heel bizar. Oké, nou, ik ben er in ieder geval uit. Ik ga wel vanaf boven dan bezig of zoiets. Ik weet het ook eigenlijk niet. Als ik... Oh. Als ik gewoon een 2 diep maak, dan kan het denk ik op zich nog wel met de chest room. Moeten we dus alleen... Ja, die waarschijnlijk even weghalen, want dan hebben we een mooie diorite ondergrond. Kan ik hier wel staan? Ik denk het wel. Ik ben echt bang geworden, jongens. Echt bang. En dan pakken we deze. En dan halen we dit gewoon een beetje weg. En dan donderen we gewoon lekker wat diorite eroverheen. En dan zijn we gewoon... Dan zijn we Gucci. Ik denk dat polished diorite wel mooi is. Ja, so be it dat hier dan even wat diorite boven de chest komt. Dat is nou eenmaal zo. Ja, of we zouden een figuurtje moeten maken. Dat kan natuurlijk ook met zwarte wol. Maar dat kunnen we altijd nog veranderen, denk ik. Zo. Laten we eens kijken of we nog ergens diorite hebben. Want ja, ik denk dat dat haast wel in de kluis zit. Bij het gemeentehuis. De kluis van het gemeentehuis. Waar is mijn eten? Daar is het eten. Laten we eens lekker eten. Nam 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 nam. Zou iemand nog iets van Iron of Diamonds? Oh my god, een iron helmet en wat dingen. En wat stond hier? Moeite. Moeite? Moeite X, Joyce en Lindsay. What? Waarschijnlijk, is dat een grapje die ik zelf heb gemaakt? Ik weet het niet meer. Ik ben nu al vergeten. Echt jongens, op mijn leeftijd ga je dingen vergeten? Oeh! Je wil niet weten. Zeker met het warme weer. Ja, hebben jullie nog leuke plannen? Ik ben heel benieuwd. Gaan sommige van jullie nog op vakantie? Maisha durft dat nooit te vragen. Omdat ze dan bang is dat mensen zeggen... Nee, ik ga niet op vakantie. Maar... En dat mensen dat dan vervelend vinden. Maar ik heb zoiets van... Het is niet erg als je niet op vakantie gaat. Ik had vroeger ook dat we... af en toe jaren gewoon niet op vakantie gingen. En... Ja, ik weet niet. Ik heb me daar nooit echt lullig over gevoeld of zo. Dat is gewoon zo... En voor de mensen die wel gaan, ben ik wel heel erg benieuwd waar iedereen heen gaat. Want Maisha en ik zijn zelf ook aan het kijken. We zijn voornamelijk een beetje naar Spanje aan het kijken om daarheen te gaan. Dat is wel altijd lekker. Ja, Turkije op momenten niet echt met de situatie daar. Al schijnt het wel redelijk stabiel te zijn, wat ze zeggen.
Weet je het natuurlijk nooit. Dus we hebben zoiets van, nou ja, als het niet hoeft, dan gaan we daar gewoon niet heen. Maar ik ben wel benieuwd waar iedereen heen gaat. Want ik denk dat heel veel mensen wel naar Spanje gaan. Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Ik ga trouwens hier gewoon alvast deze rand doen. Oh. En ook dus waar je heen gaat en wat je lievelingsland is. Of nee, laten we anders... Kijk, dan gaan we gewoon... Dan houden we rekening met het feit dat niet iedereen kan gaan. We vragen alleen waar... Wat is je lievelingsland om heen te gaan? Ik denk... Ja, voor mij was het... Nou, nee, ik denk dat Spanje mijn lievelingsland is. Ik wilde zeggen Turkije. En dat is het ergens ook wel. Maar aan de andere kant vind ik het superleuk aan Spanje... dat je heel erg kan rondrijden. Want in Turkije heb je over het algemeen dat je veel op het resort blijft. Op het vakantieoord zelf. Maar ja, als je bijvoorbeeld naar zoiets als Spanje gaat... dan kan je veel meer lekker op stap en dat soort dingen doen. En dat vind ik wel heel leuk. En ja, over het algemeen... Tenminste, de plekken waar ik ben geweest dan, hè, in Turkije... Daar was het gewoon zo van... Het is alleen het resort en voor de rest moet je niet echt te ver naar buiten gaan. Want dan is het ook eventueel niet helemaal veilig. Ik was ook op een gegeven moment in Bodrum, voor de mensen die het misschien kennen. En daar was het ook. We waren even buiten het resort en overal... Ja, gewoon ontzettende armoede over het algemeen. Dat is natuurlijk niet in het hele land, maar in die regio waar ik was op dat moment wel. En ook superveel van die zwerfhonden en... Zelfs onze bus, die had er nog bijna eentje aangereden. Dacht ik echt zo, wow. Dat is wel heel anders dan bijvoorbeeld zoiets als Spanje, waar het ontzettend commercieel is. En waar je film hebt, jeetje, wat is dit irritant, hé. Nou, waarschijnlijk komt dat dus omdat er nog een blok staat. En die zou dan Maisha of zo wel kunnen zien. Ik kan wel even reloggen, weet je wat? Oh, ik ga wel gewoon even reloggen, kijken of dat helpt. Slash hub. Hupper de pup en we gaan er weer in. Zien we blokken? Ja, kijk nou! Dit is dus gewoon... Dit zijn die blokken waar ik de hele tijd tegenaan liep. Wat raar dat die gewoon weg zijn. Dat is echt super weird. Ik denk dat dat komt door de MCMMO. Dat ze het niet zagen of zoiets. Oké, okay, we fixed it. Nice. Maar ja, je hebt gewoon heel veel landen zoals Griekenland, Spanje, Frankrijk over het algemeen ook. Pardon, en die zijn veel meer ingesteld op het... toerisme ook buiten de resorts om. Omdat je denk ik ook minder resorts daar hebt. Als Turkije natuurlijk wel het goedkoopste land om heen te gaan. Wat wel super chill is. Even kijken. We gaan gewoon dit even weghakken. Zo. En dan gaan we een mooi zijkantje maken. That's how we roll. That's how we roll. Ik heb nu ook echt zin om zelf naar het meer te gaan. Want Maisha is nu een beetje in de verhuisdozen de zwembroeken en zo een bikini aan het zoeken. En ja, we gaan dus lekker naar een meertje hier in de buurt. We zijn er nog nooit geweest. We hebben geen idee ook hoe het eigenlijk heet. We gaan gewoon lekker kijken of we daar even kunnen afkoelen. Want het is wel echt heel warm. Ook terwijl ik dit opneem. Ja, dit soort opnames moet je niet te lang doen. Want dan word je zelf ook gewoon een beetje... Een beetje gaar. En ik denk ook dat heel veel mensen... Ja, je merkt gewoon aan iedereen en aan iedereen hun views ook van de YouTubers... dat heel veel mensen gewoon op vakantie zijn en helemaal niet video's kijken. Wat ik natuurlijk ook heel goed kan begrijpen. Ik bedoel, als het super lekker weer is, dan ga je lekker naar het strand. En ga je niet per se thuis video's kijken. Al kan dat natuurlijk ook. Zo. Volgens mij... We pakken nog even deze kant... Hebben in ieder geval de kuip van het bad. Het ziet er aardig goed uit. Ik wil eigenlijk nog een springplank maken. En het lijkt me super dope als we bijvoorbeeld hier wat slime kunnen neerleggen. Of op een springplank. En dat je dan vanaf die springplank zo woe, in het water kan springen. Maar dat is in ieder geval iets voor volgende keer. Ik ga denk ik even naar buiten. Ik heb het echt veel te warm. Ik werd ook helemaal rood ervan. Ik hoop dat jullie het uiteraard begrijpen. Maar ik wil alsnog gewoon een video voor jullie neerzetten. En ik hoop dat je dat ook leuk vond. Vond je dat leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij een nieuwe video op Dodo. En zeg ik tot volgende keer, mensen. Ciao.